We staan hier in Netersel en vanavond is de Polonaise aan de gang. En er staan hier 246 man de Polonaise te dansen en we zijn bijna halverwege. En de stemming zit er goed in en iedereen houdt het wel vol, dat denken we tenminste. Hoe gaat het tot nu toe? Heel goed, ik merk nergens niks van. En hoe is het met de snelheid? Nou, dat mocht vlugger van mij, ja. Terwijl jullie toen straks toch zeiden van niet te snel. Ja, maar het mag best sneller. Geef je aan iedereen bier uit? Dat is toch een prestatie om mee te doen, hè, van die mannen. Hè? Maar iedereen kan wat pakken. Ja, natuurlijk. Beenspieren? Het gaat nog goed, ja. En de armspieren? Ook heel goed. En deze? Op. Hier. Hartstikke fijn dat je even wat vragen wil beantwoorden. Jij bent jurylid van deze Polonaise hier in Netersel. Wat vind je ervan tot nu toe van? Nou, ik moet zeggen, het is een echte Polonaise. Ja? Met echte Poolse trekjes eraan. Er wordt behoorlijk wat drank gebruikt. Oh, is dat de opvatting? Nou, nee. Het is een lekkere natte Polonaise, maar wel vreselijk gezellig. Nee, Mel, nee, als ik achteraan aansluit. Dubbel. Oké, hartstikke bedankt. Goed zo. De oudste deelnemer. Anneke, hoe oud ben jij? 76. 76. Ik denk wel dat jij dan de oudste deelnemer bent. En ga je... Ja, oudste vrouw. Is er nog een oudere man dan? Ja, Jan Michiel. Oh, dan moet ik ook nog even kijken. En ga jij dit 45 minuten volhouden? Ja, en het is weer herhaling vatbaar. Proficiat!